Dames en heren, hartelijk welkom. En een bijzonder welkom aan familie, vrienden, die allemaal zijn gekomen om een heel heugelijk moment mee te maken. De installatie van de nieuwe raad van de gemeente Ommen. Maar ook de installatie van of uw moeder, of uw vader, of uw kind, of u, nou noem maar op. Want die zitten allemaal hier, want we gaan natuurlijk niet alleen de raad installeren, maar we gaan ook 17 mensen installeren. En dat is een heel heugelijk moment. Ik vind het in ieder geval heel heugelijk. En als ik u komst zo zie, vindt u het ook een belangrijk moment. Daar ben ik blij mee. Daarmee heb ik, als ik geen reactie uit de kring krijg, ook de agenda vastgesteld. En als we dat hebben gedaan, dan kom ik bij toch wel het allerbelangrijkste moment. Ik gaf het juist ook al aan, de installatie van de 17 gekozen raadsleden. Dat is belangrijk omdat we dat bij de installatie of de eed of de belofte wordt afgelegd. En we doen dat omdat we op dat moment markeren en ons heel erg bewust zijn dat het zijn van raadslid een hele mooie taak is, maar ook een hele verantwoordelijke taak. En dat symboliseren we eigenlijk in het afleggen van de eed of de belofte. En dat is het laatste moment op weg naar echt de start in deze raad en echt het kunnen beginnen aan het politieke werk, want dat doet de raad natuurlijk, de raad bedrijft de politiek. Voor de installatie stel ik het me als volgt voor. Ik zou het fijn vinden, u bent heel rustig gezeten op dit moment als raadsleden, als u midden in de kring zou willen komen. En u aan deze kant zou willen opstellen. Ja, het beste is als u zo even deze kant op komt. En dan, het zou mooi zijn als u voor het bordje waar uw naam op geplaatst is gaat staan. En dan kom ik bij u. En dan ga ik u het eedformulier en het belofteformulier voorlezen. Een aantal van u heeft aangegeven de eed te willen afleggen. Een aantal anderen zullen de belofte afleggen. En ik zal, nadat ik de eed en de belofteformulieren heb voorgelezen, uw namen op gaan noemen. En ik zal u dan vragen om de belofte of de eed af te leggen. En u zou mij een buitengewoon groot plezier doen als u nu met z'n allen de binnenkant van de ring zou willen bevolken. En dan ga ik de eed afnemen.
Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen, dan kunt u na afloop gefeliciteerd worden. Ja. Dames en heren, ik ben blij dat u geïnstalleerd bent. Want nu kunnen we tenminste weer besluiten nemen. En ik zou u dan ook willen verzoeken, en dat is agenda punt 3, om de volgende benoemingen te bekrachtigen. Tot eerste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, tevens voorzitter van de agendacommissie en de raadscommissie, de heer Van der Mooren. Tot tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Bongers. En tot lid van de agendacommissie, de heer Mors. Als u daarmee kunt instemmen, aan uw gezichtsuitdrukkingen zien, is dat het geval. Dan heeft uw raad in deze samenstelling uw eerste besluit genomen. Dus als de griffier dat zou willen noteren, dan kunnen we het aan het einde van deze, kunnen we aan het einde van deze 4 jaar weer vaststellen hoeveel besluiten er zaten in deze raadsperiode. Ja? Ja. Okay. Ja. En het was een unaniem besluit en dat is mooi. Als u het goed vindt, dames en heren, dan zou ik u vanwege uw installatie ook willen toespreken. Dus ik ga mij naar het spreekgestoel te begeven. Ja. Ik ben in beeld. Ik ben in beeld. Ik denk dat we de traditie uit de vorige raad gaan voortzetten. In ieder geval vooralsnog. Ja. Geachte leden van de raad. Geachte aanwezigen. In grote getale gekomen. En ik gaf u al aan, daar ben ik heel erg blij mee. Want dit is een belangrijk moment. Want ik vind het een voorrecht om zojuist 17 leden van de gemeenteraad van Ommen te hebben mogen installeren. Daarmee heeft Ommen weer een nieuw hoofd van de gemeente. Dat immers is wat u raadsleden gezamenlijk bent, het hoofd van deze gemeente. En daarmee het hoogste orgaan in onze lokale democratie. Onze inwoners verwachten veel van u. Een eervolle, een mooie, maar soms ook een moeilijke taak rust dadelijk op u. U neemt bindende beslissingen die al onze inwoners kunnen raken. U hakt de knoop door. De keuzes die u zult maken zijn soms moeilijk en kunnen onze samenleving verdelen. Het kan blijken dat er belangen tegengesteld zijn. Een discussie die u gaat voeren kan een botsing van waarden binnen onze gemeenschap zichtbaar maken. En u weet, niet elke inwoner zal altijd even gelukkig zijn met het besluit dat u gaat nemen. Het is het gezag, uw gezag, dat onze inwoners zal moeten overtuigen van de juistheid van een besluit. En daarbij is het belangrijk om u te realiseren dat het gezag niet ontstaat door die ene beslissing, die ene vraag, maar door uw betrokkenheid, uw rolvastheid en uw wijsheid. En ter geruststelling, mijn beeld van de Ommense gemeenteraden tot nu toe is dat ze er steeds in geslaagd zijn om hun gezag te vestigen. Maar het is goed om ons te realiseren dat de verwachtingen die inwoners van het bestuur hebben steeds aan verandering onderhevig zijn. Dat neemt overigens niet weg dat ik verwacht dat het ons komende jaren zal lukken om dat gezag te vestigen en te handhaven. En zoals u misschien weet inmiddels, mag dat wat mij betreft middels een stevig debat in de raad. In een stevig debat komen feiten op tafel, worden alle invalshoeken belicht, wordt een vraagstuk in de juiste context geplaatst, gaat het over inhoud en wordt duidelijk waarom u als raad, maar ook u als individuele fractie, u als individueel fractielid, tot bepaalde standpunten komt. Het debat laat uw eigen wijze van benaderen als raadslid of als fractie zien. Het geeft inzicht in uw wijsheid. Dames en heren, het begrip debat komt u in de gemeentewet overigens niet tegen. De wet maakt duidelijk wat de verdeling van taken en bevoegdheden in de gemeente is. De bevoegdheidsverdeling gaat over een hele andere werkelijkheid dan het debat. Het gaat over de vraag wie gelegitimeert welke besluiten mag nemen in onze gemeente op welk moment. Het geeft duidelijkheid en biedt transparantie aan onze burgers.
Overigens denk ik dat duidelijkheid over verdeling van bevoegdheden een enorme bijdrage kan leveren aan een slagvaardig bestuur. Geachte leden van de Raad, de werkelijkheid van de gemeenteraad is niet de werkelijkheid van de gemeentewet, maar de werkelijkheid van het politieke spel. Dan gaat het niet over bevoegdheden, maar over waarden en visies en het verdelen van altijd schaarse middelen. In de gemeentepolitiek van alle dag gaat het dan vooral over de verdeling van financiën. Want die zijn per definitie schaars. En misschien zijn de visies van de fracties in deze gemeenteraad op dit moment ook niet zo heel erg verschillend. De fractievoorzitters hebben dit tijdens de openbare startbijeenkomst van de coalitieonderhandelingen afgelopen maandag feitelijk ook vastgesteld. En ik ben natuurlijk, zoals u allen denk ik, heel erg benieuwd naar de uitkomst van de onderhandelingen. De inzet van de eigenlijk altijd beperkte financiële middelen van de gemeente kan overigens des te meer aanleiding geven tot scherpe discussies en tegenstellingen. De geschiedenis van deze gemeenteraad over de afgelopen ruim 10 jaar laat daar de nodige voorbeelden van zien. U kent ze overigens beter dan ik. Maar ook daar heb ik het vertrouwen dat u de komende raadsperiode en dat wij de komende raadsperiode uit deze discussies zullen komen. En dames en heren, dat vertrouwen heb ik vooral omdat hier 17 mensen van vlees en bloed voor mij zitten. Die zich met volle overtuiging willen inzetten voor onze gemeenschap. Die een grote betrokkenheid tonen bij het belang van de inwoners van Ommen. Geachte leden van de Raad, u heeft zojuist bevestigd door een belofte of een verklaring dat u die betrokkenheid ook heel serieus oppakt. En daarmee is er ook een enorme klus voor u zichtbaar geworden. Het is mooi dat de inwoners uw mandaat hebben gegeven, maar ga er maar aan staan. Te meer omdat u raadslid bent in Ommen in tijden van verandering. In mijn reactie bij de ontvangst van het overdragsdocument van de oude raad heb ik daar al bij stilgestaan. Ommen zal zich opnieuw moeten positioneren als gemeente, als gemeentelijke organisatie. Er zal meer ruimte moeten worden gegeven aan het betrekken van inwoners bij de keuzes voor hun eigen omgeving. Er wordt verwacht dat u loslaat, maar toch verantwoordelijkheid durft te dragen. Verder heb ik u vorige week uitgedaagd om een debat in de raad te gaan voeren. En zojuist heb ik aangegeven waarom ik dat belangrijk vind. Ommen in tijden van verandering zal effect hebben op ons opereren en onze wijze van werken. Elk van ons zal moeten zoeken naar nieuwe wegen om effectief te blijven. U als raadslid, elk collegelid, de nieuwe ambtelijke organisatie en natuurlijk ook de burgemeester. Om zijn gezag en dat gezag van het raadslid, van het collegelid, van de burgemeester te behouden in onze gemeenschap, zullen we ons daarvoor moeten inzetten. Het zoeken naar die nieuwe wegen. Dat is belangrijk voor onze gemeenschap en dat is ook belangrijk voor de partners waarmee wij zullen samenwerken. Geachte leden van de Raad, ook zonder deze tijd van verandering wordt er al veel van u verwacht. Ik sta toch maar even bij stil. Zo bent u in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Ik wens u toe, ga veel op pad en spreek veel mensen. Spreek het volk dat u vertegenwoordigt. Vertrouwen in de politiek ontstaat niet door raadsvergaderingen, maar door uw aanwezigheid bij onze inwoners. Vertrouwen in de politiek zit niet in het agenderen van een incident, maar in de zichtbare bijdrage aan het oplossen van vraagstukken in onze gemeenschap. Leg daarom uit waar u voor staat, maar sta open voor argumenten van anderen. Ga daarvoor het gesprek aan met bewoners en ga de gemeenschap in. Vanzelfsprekend bent u ook ombudsman of ombudsvrouw en soms ook belangenbehartiger. Het is belangrijk om oor te hebben voor wat onze inwoners bezighoudt, wat hun zorgen baart. Ik weet zeker dat u zich daarvoor zult openstellen. En daar is ook alle ruimte voor gezien de schaal van onze gemeente. Wij kunnen onze inwoners nog fysiek nabij zijn. Laten we onze inwoners helpen weg te vinden in een toch steeds ingewikkelder wordende samenleving. Zelfs in een steeds ingewikkelder wordend Ommen. Maar realiseer u daarbij dat alles politiek is, maar politiek is niet alles.
Geachte leden van de Raad, hoewel u volgens de gemeentewet zonder last of ruggespraak stemt, bent u natuurlijk ook politicus. Als geen ander weet u dat alleen dingen gedaan kunnen worden als u veel stemmen verzamelt. Dat was immers ook de inzet van de verkiezingen. Maar ook in de Raad streeft u naar een meerderheid voor uw voorkeursoplossingen. Het is een uitdaging om een goede balans te vinden tussen het zijn van politicus en het zijn van lid van de gemeenteraad. In het vinden van die balans ontstaat een stabiel gemeentebestuur. Mijn ervaring is dat inwoners meer waardering hebben voor een stabiel gemeentebestuur dan voor soebattende politici. Ik hoorde een aantal mooie voorbeelden van die balans in de toespraak van mevrouw Bakelaar bij het afscheid van de oude raad afgelopen dinsdag. Dames en heren, zomaar een paar beschouwingen over het raadslidmaatschap. Ga er maar aan staan in Ommen, zou ik zeggen. Ik ben dankbaar dat deze 17 Ommenaren dat wel willen doen. Geachte leden van de raad, ik weet zeker dat u het raadslidmaatschap met volle overgave zult vervullen. Elk met uw eigen talenten, uw eigen expertise, uw eigen stijl, maar vooral met uw betrokkenheid. Onze inwoners verwachten terecht veel van u. Om u wat te helpen bij uw taak in onze lokale democratie, geven de Griffie en ik u graag het boekje De Grondwetwijzer voor Dialoog en Praktijk in de Gemeentepolitiek. Ik vind bij zo'n installatie hoort natuurlijk ook een cadeautje. Wij vinden het van belang om u dat boekje te geven, omdat wij u ook mee willen geven dat het goed is om ons te realiseren dat democratie meer is dan een lokaal fenomeen, maar een fundamentele waarde in onze samenleving. Dat is ook belangrijk om ons dat vandaag te realiseren. Geachte leden van de Raad, ik sluit af met u veel plezier en veel wijsheid te wensen bij het raadslidmaatschap voor onze gemeente. En zullen we dan maar afspreken de volle 4 jaar? Ik dank u voor uw aandacht. Geachte raad, dames en heren. Daarmee zijn wij gekomen aan het eind van deze raadsvergadering. En ik denk dat het hoog tijd is dat we aan het einde van deze raadsvergadering zijn. Want ik weet zeker dat u alle de nieuw geïnstalleerde raadsleden ook wilt feliciteren. En ik nodig u daartoe graag uit in de ruimte voor de raadzaal beneden in de kantine. Voorzien van een hapje en een drankje zoals dat heet. Dank voor uw komst en ik hoop u graag ook in andere raadsvergaderingen terug te zien. Dan sluit ik de vergadering. Dank u wel. En de raadsleden nodig ik uit om nu eerst even de foto te maken bij de fotograaf. Ja?